Een 71-jarige fietser uit Groningen is gistermiddag omgekomen na een aanrijding met een vrachtwagen. De vrachtwagen, die bestuurd werd door een 29-jarige man uit Sappemeer, sloeg van de Parkweg rechtsaf het Hoornse Diep op en zag daarbij de fietser over het hoofd. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Meerdere mensen waren getuigen van het ongeval. De politie heeft hen slachtofferhulp aangeboden. Het definitieve station Groningen Europapark wordt mogelijk groter dan gepland. Momenteel wordt uitgegaan van een station met 3 perrons. Maar de gemeente, provincie en ProRail doen onderzoek naar de mogelijkheden naar een station met 4 perrons, omdat er een trein naar Veendam gaat rijden. Daarvoor moet wel een extra spoor aangelegd worden. De gemeente heeft bovendien een nieuwe subsidieaanvraag van 10 miljoen euro ingediend voor de realisatie van het station en de aanpak van de omgeving. Een eerdere subsidieaanvraag is afgewezen, maar de gemeente gaat ervan uit dat de nieuwe aanvraag wel gehonoreerd wordt. Een 39-jarige voetgangster uit Groningen is donderdagmorgen op het Damsterdiep zwaar gewond geraakt. Een 33-jarige automobilist uit de stad reed de vrouw aan op het moment dat zij de weg overliep. De vrouw stak vermoedelijk tussen een aantal stilstaande auto's over, waardoor hij haar niet meer kon ontwijken. Het slachtoffer werd gestabiliseerd door een getuige totdat de ambulance en het traumateam kwamen. De vrouw is met ernstig hoofdletsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft op de plaats van het ongeval een uitgebreid onderzoek ingesteld. Zo werd onder meer de lengte van de remweg van de auto getest.